Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Gaat prima, Ray. Welkom in Business Talks. En je mag gelijk meneer Jagisse van harte welkom heten. Ga je gang. Ja, Ray, bedankt. Beste heer Jagisse, van harte welkom in het programma Business Talks van Radio Stoomvaste. Ja, dank u wel, meneer Lapar. Ja, leuk u weer aan, dat we leuk vandaag weer met elkaar praten. Ik was een tijdje geleden bij u op kantoor. Volgens mij gaat de tijd zo snel, meneer Jagisse. Ik zat daar aan het denken, maar ik had geen tijd om het weer op te zoeken in YouTube. Maar we hadden een live verbinding vanuit uw kantoor. En Ray Daarsen zat hier aan de knoppen. Dat klopt. Ja, snel gegaan, hè, meneer Jagisse. Ja, welkom, meneer Jagisse. Meneer Jagisse, alvorens, voordat we gaan beginnen, wil ik even wat zeggen, als het mag. We zijn heel blij dat u tijd heeft vrijgemaakt om met ons te praten. En waarom zijn we blij? Staatsolie is het grootste bedrijf van Suriname. En daar hebben we echt niet gelogen. Het is echt het grootste bedrijf. U doet het fantastisch hoor, meneer Jagisse. Ik heb uw bedrijf gezien. En dat is natuurlijk heel goed voor Suriname. Ik wil u wel heel kort vertellen hoe wij het programma verzorgen. Kijk, het is namelijk zo. Ray Daarsen is directeur van Stoomvaste. En ik ben Dennis Lapaar, directeur van Stichting Finance Suriname. We verwelkomen altijd de gasten in het programma. En we geven de gasten de ruimte om zijn of haar mening te geven. Dat doen wij ook in het programma. Dus het programma Business Talks is een gesprek. Het is geen interview. We zijn geen journalisten, helemaal geen onderzoeksjournalisten. We zijn gewoon programmamakers die het proberen op een leuke manier het programma te verzorgen voor de luisteraars. Het is niet geregisseerd. Ray weet absoluut niet wat ik ga vragen en andersom ook niet. Dus het is altijd een verrassing voor ons hier in de studio. En de gesprekspartners, in dit geval bent u onze gast, meneer Jagisse, u weet absoluut niet wat wij gaan vragen. Wij geven nooit de vragen vooraf. En dat waarderen we ook altijd van onze gesprekspartners, dat ze dat niet vragen. Hè? Nou, dat was even voor de luisteraars, dat ze weten hoe wij het programma doen. Want er komt natuurlijk van alle kanten nog wat naar ons. Af en toe dan zeggen ze, ja, het gesprek gaat van alle kanten uit. Dat is niet erg als het gesprek maar met respect wordt gevoerd. En dat vandaag zullen we u echt de ruimte geven om een aantal zaken naar voren te brengen. Er is natuurlijk heel veel verteld. U bent al in diverse media geweest in Suriname uiteraard. Maar ook in de kranten hebben mensen u geïnterviewd. U heeft heel veel verteld. Vandaag zullen we niet nog een keer die dingen naar voren halen. Weliswaar misschien dat het zijdelings ter sprake komt, hoor, meneer Jagisse. Dus neemt u ons niet kwalijk. Maar het is wel zo dat wij... We hebben gesproken met de heer Toerhan Durga. De meneer kennen we absoluut niet. Hè. We hebben hem nog nooit gezien. Maar we werden getriggerd door één punt dat hij naar voren bracht in een interview met een plaatselijk station in Nikeri. En dat is de programmamaker, dacht ik, meneer Risti, Ricky Risti. En in het programma werd gezegd dat het gas van Suriname is. Nou, inmiddels is bekend, helemaal uitgelegd door u en iedereen, dat het gas nu in feite nog niet van Suriname is, maar over 5 jaar komt het daar. En de vraag die wij hebben, meneer Jagisse. Ray heeft het al aangekondigd. U bent directeur van Staatsolie, een groter bedrijf. Dus meneer Jagisse, de vraag die we hebben aan u, wanneer is het contract eigenlijk getekend? Op welke datum, hè? Ja, dit contract met Apache is in 2014 getekend. En eigenlijk maakt het niet uit wanneer het contract is getekend. Alle contracten hebben dezelfde clausule. We hebben een modelcontract ook staan op onze website. De gasparagrafen zijn exact zoals ze op de website staan, ook in de contracten met de buitenlandse maatschappijen. En u begrijpt, als iemand 1,3 miljard in dit geval investeert om naar olie en gas te zoeken, dan dat je niet nadat je een afspraak hebt gemaakt in het contract de volgende dag komt en zeggen, oké, jongens, leuk, gas is gevonden, we gaan het nu even
van je afnemen. Dus dat zijn contractuele afspraken. Ik denk dat u ook bekend bent met contracten. Jazeker. Als je contractuele afspraken hebt, dan hou je eraan. En dat maakt dat de business society goed kan draaien. Oké, dankjewel meneer Jagis. We komen straks weer hierop terug. Dat was even om te zeggen wat de aanleiding was van het gesprek dat we hebben gevoerd met de heer Turhan Durga. Hij heeft uw naam een paar keer in het programma genoemd hier en een ander programma. Maar wij zullen u straks de gelegenheid geven om eventueel, als u dat wilt, hoor, om de aantijgingen te pareren. Ik wil, voordat wij beginnen, want dat doen we altijd met onze luisteraars, meneer Jagissers. We willen vragen, waar bent u geboren? Waar heeft u gestudeerd? Waar bent u op school geweest en waar heeft u gestudeerd? Kunt u dat aan de luisteraars vertellen? Ja, ik ben geboren in Groningen, maar Groningen, Suriname, Saramaka. Ik heb gestudeerd in Utrecht en ook aan de universiteit hier, of de FHR, het FHR-instituut. Via Maastricht University heb ik mijn masters gehaald. Ja, dat is het in hoofdlijnen. Ja, prima. Dus je mag ook een titel voor je naam zetten, toch meneer Jagisser? Maar u blijft altijd eenvoudig, hè? Ik vind u echt, gesproken, ik heb gezien hoe eenvoudig u bent. En u straalt altijd de rust zelf uit, hè? We hebben geen beelden maar in ons programma staan vast. Maar we weten ook hoe u de gesprekken voert, hoe u rustig zit. En dat is een goede eigenschap. Als u wordt nooit boos, u vertelt de zaken gewoon rustig aan de luisteraars. We willen inderdaad nu weten, meneer Jagisser, wanneer bent u begonnen bij Staatsolie? Zo, u gaat schrikken. In 1988, dus ik zit er meer dan 35 jaar. Geweldig. U bent echt trouw aan het bedrijf. Ik ben trouw aan het bedrijf, ja. Ja, dat is een goede eigenschap. Tweede goede eigenschap, hoor. In Nederland vinden ze altijd jumpen, heen en weer springen. Maar ik heb het ook nooit gedaan, hoor. Ik ben altijd trouw aan wat ik doe. Ja. En dat heeft u gedaan. En welke afdeling heeft u zoal doorlopen, meneer Jagisser? Ja, dus ik heb op de financiële administratie gezeten. Ik heb op de ICT-afdeling gezeten. Daarna ben ik overgestapt op projecten. Daarna ben ik baas geweest van de business development afdeling. En voor dit voor mijn CEO-schap heb ik nog leiding gegeven aan de raffinaderij en de marketingafdeling. Geweldig, een mooie loopbaan. Ray, heb je gehoord? Jij bent nog jonger, Ray. Zit jij bijstaan vast, Ray? Nou, ik zit er ook al een aantal jaartjes, hoor. Maar enorm veel bewondering, meneer Jagisser. En we weten dat, hoor, dat u al heel lang bij Staatsolie zit. Dus vandaar dat we, ik denk, al onze vragen bij u kunnen deponeren. Hartstikke welkom ook namens mijn kant. Ja, goed. Meneer Jagisser, nou, over het gas, hè. Waarom stelde ik de vraag over het gas wanneer het getekend is? Ik heb namelijk gehoord dat wat u gezegd heeft, hè, als het op een bepaalde datum is getekend, dan komt het gas na 5 jaar als Total Energies bijvoorbeeld Apache niks ermee doet, dan heeft Suriname terecht na 5 jaar in de boezem over te nemen van Total Energies en APA. Klopt het? Ja, dat klopt in hoofdlijnen, maar het is natuurlijk een klein beetje genuanceerd. Zij willen dat gas ook ontwikkelen. En in de 5 jaren die volgen op de Discovery, gaan wij dus met hun continu aan tafel zitten om, men noemt het, een ontwikkelingsconcept te bedenken. Toch? Want als je iets voor $12 kan produceren en de marktprijs is $8... dan begrijpt u dat u heeft dan geen project, omdat het verlieslatend zal zijn. En dan zijn we samen met elkaar aan het bedenken hoe we dit ding kunnen ontwikkelen. Kijk, als de prijzen in Europa erg goed zijn en je kan voor de lange termijn hoge prijzen inlokken, dan zou je daaruit een project kunnen hebben. Maar als dat niet lukt, kan je ook iets anders doen. En wat gas duur maakt, is het transporteren over lange afstanden. Dus het ontwikkelen van de Surinaamse markt zou ook een mogelijkheid zijn. Dat je industrieën vestigt in Suriname, waardoor je dat gas eigenlijk gewoon van de onshore brengt en naar de industrieën kan brengen om te ontwikkelen. En dat kan het best zijn
dat ondanks de kostprijs van $12, je misschien $14 verdient. Dan heb je dus wel een project om mee te werken. En zo wordt er naar gekeken. Dus we zijn in continu overleg met de mensen om te kijken hoe een project ontwikkelen. En ik mag u zeggen, dus als zouden we dat gas na 5 jaar inderdaad in eigen boezem krijgen, betekent ook nog niet dat je het kan ontwikkelen. Het moet altijd winstgevend kunnen gebeuren. Klopt. Toch, en gas is echt heel erg moeilijk. De prijzen waren dus inderdaad door het plafond heen geschoten in Europa. Maar door de milde winter, door denk ook wat hulp van andere landen, zoals Qatar en Amerika, die veel gas naar Europa hebben geëxporteerd, is die prijs weer enorm gekelderd. Dus er zijn denk ik weinig afnemers die op dit ogenblik iets willen inlokken voor een hele hoge prijs. Dit is de realiteit van big business. Hè? Het gaat niet met verhaaltjes en dat eventjes iets is gebeurd. Het gaat echt met een goede analyse. Daarna maak je een economische haalbaarheidsplan. En op basis daarvan zeg je of je iets gaat doen. Dus ja, daar zijn we nu. En we proberen samen met de offshore contractor tot een ontwikkelingsconcept te komen die zal werken. Dus dat betekent inderdaad, als het verder wordt ontwikkeld samen met, dat staatsolie een betere prijs kan krijgen. Hè? Dus omdat, ja toch, dat een betere marge. Ik weet niet, het is een, op dit moment is er een contract getekend met die twee maatschappijen, dat 20%, hè? Dat u kunt deelnemen voor 20% in het project. Ja. Nou, maar misschien moet ik u dat, want ik heb uw artikel natuurlijk ook gelezen. Misschien is het goed ook voor de luisteraars om daar betere duidelijkheid over te geven. Ja, prima. Hoe verdient de staat Suriname? Laten we het met een mooi voorbeeld doen. Als er $100 miljoen wordt verdiend uit de offshore, dan gaat er 60-70% daarvan gaat naar de Surinaamse staat. Dus $60-70 miljoen. Van die 100 miljoen, toch? Van die 100 miljoen. Dus zij verdienen bijvoorbeeld 100 miljoen, is de netto winst, ja. Hè? Dan gaat 60% naar de staat. 60-70% is een beetje afhankelijk van de olieprijs en de productie die uit de offshore komt. Tussen de 60-70%. Dus $60-70 miljoen van de 100 gaat naar de staat Suriname. Dat is verder verdeeld in royalties, winstolie en inkomstenbelasting. Dus uit die drie componenten verdient de overheid die 60-70%. Betekent dat 30-40% slechts, en niet zoals in het artikel geschreven was, dat er 100 miljard naar de offshore contractors gaat. Maar dus dan in dit geval 30-40 miljoen gaat naar de offshore contractors. Meneer Jekisse, even, want ik heb het geschreven naar aanleiding van het bericht dat ik heb gelezen dat in 20 jaar Suriname tussen de 16 en 20 miljard in 20 jaar gaat krijgen. Dus toen dacht ik, heb ik zitten rekenen, dacht ik, dan gaan die twee oliereuzen bijna 100 miljard aan netto winst maken. Ja, dus het is tussen de 16 en 26 miljard. Ja. Dus de 16 miljard is bij een olieprijs van 60. En de 26 miljard is bij een olieprijs van 80. En u ziet daarmee al hoe invloedrijk de olieprijs is op wat iedereen gaat verdienen. De berekening van 100 miljard is echt voor uw eigen rekening. Ja, ja, klopt. Is voor mijn eigen rekening. Ja, ja, ik heb het op persoonlijke titel geschreven. Ik dacht, ik ga de discussie inbrengen. Ja. Maar wat u vertelt, als de 60%, stel je voor, de oliemaatschappijen maken 100 miljard winst, netto winst. Hoeveel gaat het dan naar? Dan krijgt u namelijk 60 miljard. 60 miljard. Dus dat, oké, prima. Nou, ik ben blij dat u dat zegt. Dus Ray, dat is dan nog een bon deal. Want waarom zeggen ze in de kranten 16-26 miljard in 20 jaar? Dat begrijp ik niet. Nee, omdat er geen 100 miljard wordt verdiend. Niet, hè? Toch? Nee, dus dit is een eerste ontwikkeling. Ja. Dit is één discovery of twee discoveries die verder worden ontwikkeld. We zijn nog verder aan het zoeken naar olie in de offshore. As a matter of fact is Petronas op dit ogenblik een bron aan het boren.
Dus we zijn verder aan het zoeken en misschien is u iemand een zegen. Ja. Dat we inderdaad in de toekomst naar 100 miljard aan inkomsten gaan. Me boy, en werkelijk. Ik kan u garanderen dat Suriname dan inderdaad over die 20 jaar tussen de 60 en 70 miljard daarvan terugkreeg. En dan was ik nog niet klaar, want die contractor, zoals ik zei, kreeg tussen 30 en 40 miljard of 30 en 40 procent. En Staatsolie heeft ook nog bedongen dat ze van dat bedrag 20% zou kunnen meeverdienen. Dus on top of wat de staat allemaal kreeg, kan het commercieel bedrijf Staatsolie ook nog meedoen aan de contractorzijde. Maar ik moet objectief en eerlijk, en dat is geverifieerd door externe bureaus, dat de staat eigenlijk de grote winnaar is uit, laten we zeggen, de inkomsten uit de offshore. Okay. Ik hoop dat het hiermee inderdaad voor één keer duidelijk is. Zeker, zeker. Dat de staat niet met een dat de staat niet bekijkt ervan afkomt. De staat is de grote winnaar. Misschien in het verlengde daarvan moet ik zeggen, het productiedelingsovereenkomst. Dat principe is ontwikkeld in Indonesië. Het is een briljant principe. Wat doet het namelijk? Op het moment dat er geld gestopt moet worden in de offshore en riskant kapitaal, doet de overheid niet mee. Pas als er olie is gevonden en geproduceerd gaat worden, doet de overheid wel mee. En de overheid stapt er nooit 1 cent in, krijgt altijd geld eruit. En ik kan u zeggen, 9 van de 10 keer vindt men geen olie. 1 bron boren in de offshore kost $150 miljoen. Dat wil zeggen, als zo'n bedrijf geen olie heeft gevonden, hebben ze verlies van $150 miljoen. En ze likken hun wonden en ze gaan weer weg. Daarom is dit principe van een productiedelingsovereenkomst zo sterk. En passen heel veel landen in de wereld dat nu toe. Ja, meneer Jagisser, ik haak even in hoor. Want u had toegezegd hè, dat ja. U de natie inzage zou geven in de productiedelingsovereenkomsten. En over hoeveel vaten er geproduceerd zal worden. Vindt u niet dat als de grondwet de Surinaamse natie als eigenaar van deze opbrengsten heeft aangemerkt, dat zij het recht hebben om te weten wat zij in de toekomst aan inkomsten tegemoet kunnen zien, toch? Want tot op heden zijn eigenlijk die productiedelingsovereenkomsten niet gepubliceerd. Althans, ik heb vandaag nog gekeken op uw website, op de website van Staatsolie. Het staat er niet op. Dus de grote vraag is, hoe kan de Surinaamse bevolking weten wat dus uiteindelijk de verdiensten zijn? Is dat wat u net aangeeft? Ja, dus dat is een hele goede vraag. We hebben natuurlijk aan de overheid de contracten wel laten zien. Recent hebben we een commissie van de assemblee hier gehad. Ik heb het contract uit mijn lade gehaald. Ik heb de mensen het laten lezen en laten doorsturen en helemaal laten inkijken. Dit is het geval, meneer Darshan. Mm-hmm. We zijn een heel klein land, hè? Dus inderdaad had ik dit, laten we zeggen, toegezegd en overwogen op dat moment. Maar bij nadere bestudering komt het volgende naar voren. We zijn een heel klein land. We hebben geen zware onderhandelingspositie. Bijvoorbeeld in Noorwegen is er maar 1 regel. Als je wil komen bezig zijn in de olie en gas, moet je 70% inkomstenbelasting betalen. Take it or leave it. Als je het niet wil, ga maar weg. Maar omdat wij een heel klein land zijn en we willen juist investeerders aantrekken, kan u zich voorstellen dat een blok naast blok 58 is erg interessant. Maar een blok heel ver verwijderd van blok 58 en met weinig, laten we zeggen, onderzoek daarin gedaan, is wat minder interessant. Wat wij dan doen, is het, laten we zeggen, wat meer toegeven aan de offshore contractors. Maar wat je hebt als je een zwakke onderhandelingspositie bent, omdat je een klein land bent, zegt de grote contractor, ik noem maar wat, Total Energies, Shell, Apache, Chevron zit ook in Suriname, zeggen ze, ja maar je hebt die partij daar in die hoek, heb je al deze dingen gegeven, ik wil ze ook hebben. Ik kom niet in je land als je me deze dingen niet geeft. Dus het verzwakt onze onderhandelingspositie. En ik heb altijd ook gezegd, weet je, je kan alles afkijken van de moderne wereld, maar je moet het wel kunnen doen, toch? Je moet als Noorwegen kunnen zeggen, als je niet wil, ga maar. Ik zie Suriname niet zeggen,
een van deze grote partijen die willen zoeken naar olie. In een blok die eigenlijk gewoon daar, laten we zeggen, stil gaat liggen. Dat je zegt, ga maar. Nee, we zijn, weet je, we onderhandelen. Hoe willen we dus die transparantie wel geven? Ja, en doen ja, we al? Ja, want dat was mijn vraag, hè? Want u weet dat de natie heeft daar recht op. Ja, ja, zeker. Dus ik heb het alvast aan de assembleeleden laten zien. Wat wij ook doen is om de 2 jaar, en dat hebben we denk de afgelopen 10 jaar gedaan, laten we onafhankelijk bureau onze production sharing contracten benchmarken met andere production sharing contracten in de wereld. En ik mag u zeggen dat onze production sharing contracten altijd als heel competitief eruit komen. Aan de bovenkant, hè? Dus heel competitief voor de staat Suriname. Dat zelfs de mensen adviseerden, maar hey, relax het een beetje, want anders ga je niet genoeg belangstelling krijgen. Dat hebben we gelukkig niet gedaan. En als je het vergelijkt, en dat heeft echt een externe deskundige gedaan, Guyana verdient 50% voor de staat uit de contracten en wij verdienen tussen de 60 en 70. En als de olieprijs extreem hoog wordt, dan gaat het wel zelfs boven de 70%. Dus daarmee is een klein beetje gezegd dat de contracten, laten we zeggen, heel erg concurrerend zijn. Maar om de reden van het niet kunnen onderhandelen met die grote partijen, als we dat publiceren, dat ze gaan zeggen, maar deze clausule staat in het contract van blok 16 en we willen het ook in blok 59 hebben. Nee, maar we willen dat helemaal niet aan u geven. Okay. Dus het is en weken en er moet wat vertrouwen in het systeem zijn. Nee, dat is mooi waar, meneer Jagister. Ik kan het volgens uw beredenering kan ik dat goed begrijpen, hoor. Maar u begrijpt natuurlijk ook wel dat het olie is eigenlijk eigendom van de bevolking van Suriname. Dat bent u met me eens, toch? Ja. En dat zij dus alle recht hebben om te weten. Laten we eens even bijvoorbeeld gaan naar de grondwet. Hè? Surinaamse grondwet zegt, natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen zijn eigendom van de natie en dienen ingezet te worden in de economische, sociale en culturele ontwikkeling. Dus men wil het heel graag weten van, hey, wat gaat er verdiend worden en wat gaat er voor het land geïnvesteerd worden? Dus vandaar dat men zo aan u doorvraagt elke keer over die contracten. En als het dan zo is, dan mag het niet zo zijn dat u het niet wil openbaren. Ja, dat zegt u. Kijk, dus dit is natuurlijk, laten we zeggen, overwegen toch, meneer Darshan? Ja, ik luister. Als we de contracten publiceren en daardoor onderhandelt een maatschappij met ons een gunstige deal, waardoor we, ik zeg maar wat, 10 miljard minder verdienen, dan is het wel leuk dat je transparant bent, maar het is misschien handiger om een andere vorm van transparantie die ik eerder heb genoemd. Het reviewen, het laten auditeren door een accountant, mm-hmm, van of we ons houden aan de contractuele gegevens. Het is niet zo. Kijk, we redeneren op basis van wantrouwen, toch? Alsof staatsolie dan binnenkamers en laten we zeggen dingen zal doen die tegen de staat van Suriname zijn. Zoals ik u al net zei, we hebben de assembleeleden hier laten komen. We hebben het contract gewoon opengezet. Wat we niet willen is dat die externe contractors dit contract zien. Ja, als u bij mij op het stand, mag u het contract ook inzien. Ja, meneer Jagister heeft het goed uitgelegd. Ik begrijp de geheimhouding volledig, hoor. Dus dit punt is duidelijk. Ik wilde even terug naar het artikel dat ik vanochtend heb geschreven. En ze hebben het heel snel gepubliceerd. Ik dacht, ze gaan het morgen publiceren, meneer Jagister. Maar het is echt vanochtend geschreven. En kijk, daar gaat heel veel geld binnenkomen. Dan heeft u ook gezien dat ik mijn zorgen uitspreek, hè. Hoe gaat de overheid met geld om? En de zorgen liggen niet bij staatsolie, de zorgen liggen bij de overheid. En ik zal even wat voorlezen. De vragen zijn dan, moeten de Surinamers blij zijn met het bedrag van 1 miljard? Nou, u heeft het goed uitgelegd, het wordt meer, hè? Vanaf 2029 wordt het echt meer dat binnenkomt in de staatskas. Zullen deze gelden wel goed besteed worden? Dat is een vraag. Ja, u hoeft geen antwoord op te geven, hoor, maar dat zijn vragen die ik heb gesteld.
Zal er bezuinigd worden op de dure auto's en de dure buitenlandse dienstreizen? Zal de Surinaamse overheid eindelijk het licht in de tunnel zien en een deel van de inkomsten investeren in productiebedrijven? Het laatste is namelijk... ik lees nog even een stukje voor de luisteraars. Dan snappen ze wat er gebeurt. Vanaf 1975 hebben we gezien dat de politici van Suriname zichzelf en hun innercirkel goed zegenen. De productiebedrijven die vroeger in Suriname waren, zijn verdwenen. De ommekeer moet nu echt komen. De integere en deskundige personen moeten zich bundelen en het bestaande jattengedrag tussen aanhalingstekens elimineren. Suriname moet aantrekkelijk gemaakt worden voor de ondernemers die in de productiesector willen ondernemen. U hoeft natuurlijk niet op de dingen van mij te reageren, meneer Jagese. Wij van Radio Standvast zijn onafhankelijk. Dit artikel heb ik geschreven onder de label van Finance Suriname, de Stichting Finance Suriname. Bepaalde mensen zullen niet blij zijn. Maar het is de realiteit dat men in Suriname en overal in de wereld... Vandaag had ik een groot bedrijf benaderd voor het congres hier in Nederland. Zaken doen. En het groot bedrijf zegt, sorry, het Nederlands bedrijf... Nee, we komen niet naar het congres, want... Of we gaan niet mee met de handelsmissie in november. Want het land is corrupt. Iedereen is corrupt. Dus het is heel vervelend. U begrijpt, ik ben een echte Suriname. Het doet me ontzettend pijn. En niet alleen Dennis Lapaan. Maar ik kan u verzekeren. In Nederland zijn er 140.000 Surinaamse Nederlanders die hier zijn geboren, in Suriname zijn geboren. Die hier nu wonen in Nederland. Het doet ze ontzettend veel pijn als ze horen dat Nederlandse witte mensen die zeggen. Ja, jullie zijn corrupt. We gaan altijd in verdediging. Wij nemen het altijd voor onze Surinamers op. Surinamse bedrijven en noem maar op. Broers en zusters. Hoe kijkt u in feite naar het geheel? Straks als er zoveel geld binnenkomt. En wordt weer niet geïnvesteerd. Hè? Ik zeg het wordt weer niet. Want ik kijk vanaf 75 hè, in productiebedrijven. Wat vindt u hiervan? Ja, dat is... Het is pijnlijk inderdaad om dat te constateren, maar de feiten zijn daar. We zijn ook op de corruptieindexen, denk ik, behoorlijk laag. Of hoog is dat bij de corruptieindexen. Kijk, voor staatsolie kan ik het volgende zeggen. We publiceren in mei volgend op het jaar van het verslag, publiceren we altijd ons jaarverslag. En ik mag u zeggen, de accountant controleert alles. Weet ik, want ik volg het. Ik heb uw jaarverslagen zit ik lezen. Het is een dik rapport, maar ik lees het wel op via online. Kan iedereen dat lezen? Zij checken of we ons aan de contracten houden, of we niet buiten de procedure streden. En ze controleren de cijfers. Ik denk dat is een basis. En ik ga u zeggen, ja, u weet het ook wel, maar de meeste parastatale bedrijven publiceren geen jaarrekening. Als je een goed functionerende maatschappij wil hebben, moet alles goed geordend zijn in de maatschappij. Ook een bedrijf, weet je, het begint met een strategisch plan, je moet een begroting hebben, dan ga je realiseren en dan maak je verslag, een jaarrekening, waarbij je dat, laten we zeggen, verslaat om aan te geven dat het bedrijf vooruitkomt conform de planning. Zo ook bij de staat. Je hebt bepaalde systemen nodig. Wat je in Suriname hebt, is dat veel instituten zijn uitgehold. En die uitholling gebeurt op twee manieren. Eén, veel van de regeringen willen alles op het ministerie of op het kabinet van de president bepalen. Dat is geen gezond systeem. Want als je je eigen vlees moet keuren, is dat gedoemd te mislukken. Dus checks en balances vallen daaruit. En de tweede grote reden, en dat is widespread, is als je de mensen niet goed betaalt, dan gaan ze uit het systeem. Dus je hebt een instituut, maar in principe heb je daar geen goede mensen om aan te geven. Bijvoorbeeld een leerkracht in Suriname verdient 8.500 SRD. Dat is €200. U begrijpt dat een leerkracht daar niet mee uitkomt, toch? Klopt, dus tijdens de les is de persoon afgeleid, misschien na de school gaan ze geen voorbereidingen meer doen, want ze hebben een tweede of een derde baan. Kijk, op zo'n manier, en misschien een voorbeeld van een douanier verdient, ik weet niet, misschien ook in die orde,
En die moet elke dag een container van $500,000 controleren. Ik denk dat wij dan zelf vragen om problemen, toch? Want de man komt niet uit. Hij kan denk ik niet eens goed eten uit dat geld. Dus hij komt in de verleiding. En dit gaan we moeten verbeteren. We hebben, ik dacht, meer dan 40.000 ambtenaren. En uitgerekend is dat Suriname echt met minder dan 20.000 ambtenaren iets zou kunnen doen. En als je dat halveert en de salarissen verdubbelt, dan heb je al een beter systeem. Ja, maar meneer Jack is er even, ja, hoor. Dat is wat ik net tegen u zei over de grond. Hè? Want de natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen zijn eigendom van de natie. En dienen ingezet te worden in de economische, sociale en culturele ontwikkeling. Dan wil ik je even meevoeren, hè, naar de IT, meneer Jagisser. U bent bekend met de IT, toch? Yes. Suriname is toegetreden tot de IT. Voor de luisteraars, IT staat voor Extractive Industries Transparency Initiative. De intredingsdatum van Suriname is 24 mei 2017. Tot nu toe heeft, wat ik heb kunnen vinden, heeft Suriname verzuimd gevolg te geven aan de vereisten van die IT. En vandaar dat ik nogmaals terug wil komen op het contract, dat de natie heeft recht op inzage in het contract, toch, meneer Jagisser? Ja, maar dat heb ik u net op uitgelegd, meneer Darshan. En transparantie ten aanzien van het contract kan op verschillende manieren. En dat moeten we afwegen tegen commerciële onderhandelingsruimte met grote partijen die ik heb genoemd. En ik mag u meegeven, want ik ben nauw betrokken in het EITI. En dat het niet ligt aan die transparantie. Want ook het EITI heeft ons gezegd, je hoeft het contract niet te publiceren. En wij hebben toen aan EITI aangeboden, zegt u mag alle contracten zien. Dan kan u zelf een oordeel vellen over of die contracten goed zijn. Waar EITI in Suriname niet van de grond komt, is uit de kleine mijnbouwsector. De goudwinning. Dat de contracten niet goed worden geadministreerd. Dat de betalingen van concessierechten niet goed worden Maar de oliesector is nummer 1 geweest vanaf de oprichting van EITI in Suriname. En heeft altijd alle informatie gegeven. En ik mag u garanderen dat het op geen moment van de olieindustrie afhankelijk is geweest dat zaken mis zijn gegaan. Ja. In tegenstelling hebben wij zelfs een donatie gegeven om orde op zaken te stellen bij de contractadministratie van die kleine goudwinning. Ja, meneer Jagisser, nee, ik snap het helemaal. Ik wil even tegen mijn collega Ray Darshan zeggen. Kijk, u heeft het uitgelegd. Als het contract is opgestuurd naar het parlement, de DNA, vertegenwoordigt het volk. En als zij dat goed bestudeerd hebben, en dan is het al openbaar gemaakt, want zij vertegenwoordigen het volk. Ik snap heel goed dat u het contract niet ter inzage kan geven. Ik zou het ook niet doen, hoor. Ik moet u eerlijk zeggen, ik zou het contract ook niet publiceren, want u heeft het goed uitgelegd. Men gaat misbruik van maken. Nee, ik begrijp de uitleg ook van meneer Jagisser en ik begrijp je ook, Dennis. Maar het zijn vragen die we hier constant krijgen, meneer Jagisser. Dus je begrijpt wel dat de mensen, de natie zelf, die begrijpt het niet. Nee. Nee, vandaar. En Suriname staat op een heel belangrijk vertrekpunt. Hè. U weet, kijk, ik ga even. Ik neem u bijvoorbeeld even terug naar het begin, zeg maar. Meneer Jagisser, we gaan even terug naar een terugkerend probleem. Ik ga het even aan u voorhouden en dan hoor ik graag van u hoe u daarover denkt. Hè. Het imago van staatsolie door destijds het voormalig directeur Elias. Hè, die heeft de statuten veranderd vlak na de verkiezingen. Vindt u het geen tijd om die publieke opinie daarover een beetje recht te trekken en een heldere kijk op zaken te geven? U zegt wel, ja, u kunt zeggen, u heeft geen bemoeienis met zaken die voor uw directeurschap hebben voorgedaan. Maar we hebben bijvoorbeeld een kopie van de notariële akte, hè, dat meneer Elias toen de notaris heeft raadgepleegd, de statuten heeft gewijzigd. Het maakt wel eigenlijk dat mensen heel graag kijken naar van, hey, wat gebeurt er precies eigenlijk? En ze willen het graag meekrijgen eigenlijk van hoe staan de verhoudingen momenteel binnen staatsolie.
Staatsolie is een NV aan wettelijke voorschriften verbonden. Hoe is het bijvoorbeeld mogelijk dat op het moment belangrijke besluiten worden genomen zonder een voortallige raad van commissarissen? Deze belangrijke besluiten kunnen en mogen niet alleen door u genomen worden, toch meneer Jagisser? Of hoe zit het daarmee op dit moment? Ja, meneer Dajan, echt, ik begrijp wat u zegt. Maar laat me alvast beginnen te zeggen dat die geluiden komen natuurlijk van wat men noemt een vocal minority. Mm-hmm. Het zijn mensen die aan de zijlijn staan, die, laten we zeggen, toch behoorlijk wat lawaai maken. En ja, wij zijn het, laten we zeggen, veel dingen zitten ons vaak ook niet lekker. Maar in het leven is, welke battles ga je aan? Hè? Welke battles ga je aan? Dus u zegt, de statuten zijn gewijzigd. Dat is een situatie die ik zeker weet die mijn voorganger niet lekker zet. Maar is het het prerogatief van Staatsolie om daarover te beslissen? Nee, het is de aandeelhouder. Nou hadden we de poot stijf kunnen houden en met z'n allen op straat kunnen gaan. Ja, misschien had dat gekund. Was dat belangrijk? Was dat belangrijk om ook de buitenwereld te laten zien dat we hier overhoop liggen met elkaar, zodat men wegblijft uit Suriname? Dus... Nee, ik snap dat meneer Jagisser, maar begrijpt u het wantrouwen dat men dat parlement dan ook niet meer vertrouwt? U zegt van ja, het parlement heeft inzage in het contract, maar men vertrouwt het parlement niet meer door dat, zeg maar. Dus ik wil graag met u daarover praten om het een beetje recht te trekken, want ook wij allemaal hebben de baat bij dat het straks helemaal goed gaat komen voor Suriname. En u vooral... Ja, zegt u. Ik zeg, u vooral bent daar heel erg verantwoordelijk voor. Begrijpt u de verantwoordelijkheid die op u rust op dit moment vanwege de olie? Ja, ja, maar u overfocust op het publiceren van dat contract, omdat ik u heb uitgelegd wat de overwegingen zijn geweest. En ik denk, als u zegt, iedereen in Suriname, dat is helemaal niet zo. Want ik denk dat de meeste mensen wel erin vertrouwen dat Staatsolie op een goede manier aanpakt. En ik heb u andere aspecten genoemd, waardoor we die transparantie wel geven. Maar als we blijven hameren erop, het kan. Kijk, als op een gegeven moment de aandeelhouder of de RVC een opdracht geeft om iets te doen, gaan we dat doen. We geven altijd wel de overwegingen. Overweegt u, transparantie is leuk. Mm-hmm. Het is iets van de westerse wereld, toch? Het is iets van de westerse wereld die dat vraagt. Maar we hebben niet dezelfde condities van de westerse wereld. Ik heb u ook uitgelegd dat EITI daar totaal geen probleem mee heeft. We hebben dit overlegd met de EITI. En dat de goedkeuringen van de ETI blijven hangen, is helemaal niet afhankelijk van de olie- en gassector. En uw opmerking dat de raad niet zou doordraaien, ik weet niet waarom dat zou zijn. Want dus meneer Allendi heeft bedankt, maar een raad bestaat uit meerdere mensen en je hebt een quorum. Op het moment dat je quorum hebt, kan je besluiten nemen. Dus ja. Okay, we moeten niet zwart naar de materie kijken. Nee. We proberen dat dan vooruit te brengen. Ja. En ja. Ja, maar vandaar ook dat we proberen samen met u helderheid te geven, hoor, meneer Jagisser. Ja, u moet het ook zien, want u heeft ooit publiekelijk toegezegd dat u dat allemaal zou publiceren of transparant zou maken. Ja, maar ik kom even tussen, want meneer Jagisser heeft dat uitgelegd. Hij heeft al eerder gezegd dat waarom hij dat heeft... Hij heeft ingezien dat het anders moet. Dus kijk, laten we dat... Maar het is wettelijk voorgeschreven, Dennis. Wat is wettelijk geschreven? Nee, nou, hij heeft het voorgeschreven. Nee, laat die mensen... Kijk, dat meneer Jagis heeft het wel uitgelegd. De kleine minderheid, die schreeuwt Ray. En het is namelijk zo, het parlement beslist. Dus het parlement is het van staan. Als het parlement het goed vindt... En het parlement gaat nooit opdracht geven om het te publiceren. Als ze dat doen, dan zijn ze ook niet geschikt. Want het contract, meneer Jagis heeft het goed uitgelegd. Meneer Jagis, u merkt ook dat we het niet eens zijn in de studio. Maar het is... Maar daarvoor is dit gesprek altijd, toch? Ja. Het is een gesprek om... U heeft het goed uitgelegd. Het komt op YouTube. Daar kunnen de mensen nog een keer goed uit luisteren wat u gezegd heeft. Ray, als je het niet erg vindt, dan zullen we overstappen naar een ander onderwerp. Ik heb respect ook voor de vragen, hoor. Dus ik vind het goed, dit soort discussies. Dank u wel, dank maar u wel. Ik heb de overwegingen uitgelegd waarom wij, laten we zeggen, voorstellen om het niet te doen. Nee, omdat wij denken dat Suriname miljarden kan mislopen door die contracten te publiceren. Omdat
je dan in je kaarten laat kijken door grote maatschappijen die een vreselijke goede onderhandelingskracht hebben. Ja, nee, van, dus uw van uw kant is dat compleet duidelijk, meneer Jagisser. Oké, goed. Meneer Jagisser, het is een leuk gesprek. Ik weet niet, als de luisteraars, misschien gaan ze zeggen, die Lapaar die is zacht. Dat zeggen ze altijd, hè? Lapaar werkt voor staatsolie. Ik ben onafhankelijk. Niemand betaalt op mij of niemand betaalt daar. We voeren het gesprek onafhankelijk. Meneer Jagisser, er zijn nog enkele vragen binnengekomen van, van een Surinaamse Nederlander. Zal ik hem even voorstellen? Gaat voorlezen, hoor. Is het oordeel dat er voldoende gas is gevonden in blok 58 gebaseerd op twee putten of is het hele blok 58 en blok 60? En blok 60 is nog niet aan de beurt, hè, geloof ik. Nee, blok 60 is nog niet aan de beurt. Ja. Onze inschatting is dat we nog onvoldoende gas hebben in blok 58. Maar wat wel interessant is, is dat aan de andere kant van de grens echt direct in de Guyanese wateren, direct grenzend aan Suriname, is er ook gas gevonden. En we denken dat als we dat combineren, dat we mogelijk wel voldoende gas hebben. En we zijn verheugd dat de vicepresident van Guyana dat ook publiekelijk heeft gezegd. We moeten samen met Suriname gaan kijken naar de gasontwikkeling. Dat maakt ons blij, want dan zou je Exxon, die in Guyana bezig is, met Total, die in Suriname bezig is, kunnen laten praten. En dan op landenniveau de twee regeringen ook samen druk kunnen laten zetten op die twee maatschappijen. Oké, want ik heb in mijn artikel heb ik een voorsprong genomen. Ik dacht, ik schrijf het zo hoor. En dan gaat de discussie loskomen. Want ik vind zelf dat, u heeft gezien, ik zeg altijd, de rijke landen houden arme landen arm. En toen dacht ik, als ik die goede vriend van mij het antwoord geef op die ene vraag die hij gesteld heeft. Wanneer gaat staatsolie met Guyana aan de tafel zitten om gezamenlijk olie te boren in het zeegrensgebied? Dat was de vraag van die goede vriend. En deze vraag die ik gisteren heb gehad, van de meneer, heb ik als volgt beantwoord. Goedemorgen, beste vriend. Jouw vraag zet mij aan het denken. Ik roep al jaren dat de rijke landen de arme landen arm houden. Wel nu, indien IDB en de Wereldbank het project Suriname-Guyana financieren, dan kunnen deze twee landen gezamenlijk een joint venture met een oliemaatschappij. Het kan van alles zijn. Dus de oliemaatschappij heeft dan een deelname van 20% opzetten om naar olie en gas te zoeken in het zeegrensgebied. Dus Suriname voor 40% en Guyana voor 40%. Suriname voor 40% en Guyana voor 40% en de oliemaatschappij voor 20%. Ja, ik weet niet als dit haalbaar is. In Kuwait heb ik begrepen van een bevriende bankier in Zwitserland. En die heeft gezegd, luister, in Kuwait was een arm land. En toen is de emir gevlogen om kapitaal te zoeken. En toen hebben ze Kuwait opgezet. En ze zijn vandaag een verschrikkelijk rijk land. Hoe ziet u, ja, ik heb het voor eigen rekening geschreven aan meneer Jagisser, maar hoe ziet u deze analyse die ik heb neergezet? Ja, dus is inderdaad interessant en groot denken is belangrijk om vooruit te komen. Maar kijk, wat zo is, die internationale oliebedrijven zijn gespecialiseerd in deze tak van sport. Maar misschien wat nog belangrijker is, ze hebben het vermogen om dit te doen. Want zoals ik eerder uitlegde, soms boren ze twee bronnen. Elk 150 miljoen, 300 miljoen, niks gevonden. Dan gaan ze weg. Ik denk als de Surinaamse staat nu 300 miljoen in de offshore zet en ze vinden niks, zijn we nog erger failliet. Ja. En zelfs met de combinatie met Guyana zou je dat op dit ogenblik niet kunnen doen. Nou kregen we natuurlijk wel steeds meer inkomsten, zeker Guyana nu al, en vanaf 2028 kregen we meer inkomsten binnen. Dus ook in het strategisch plan van staatsolie staat dat we ooit eens in de shallow shore, dus niet in het echt diepe gedeelte, maar in de shallow shore best ook zelf operator zouden willen zijn. Maar het is afhankelijk van, laten we zeggen, de size of your company. Ook voor staatsolie geldt dat hoor. Het boren van een bron van 150 miljoen en het vinden van niets is een onacceptabel risico gezien het vermogen dat we op dit ogenblik hebben. Ja, het zou je maar deze grote maatschappijen hun businessmodel
Ik zeg, het zou je als bedrijf bijna de kop kunnen kosten zelfs. Dus dat is dat, ja, klopt. Ja. En die oliemaatschappij... Je krijgt ineens een klap en je moet de mensen die je dat geld hebben gegeven wel terugbetalen. Ja, precies. Maar die oliemaatschappijen, als ze offshore boren, hè, meneer Jagese, nemen ook een risico natuurlijk, hè, dat ze zoveel geld inpompen. En met het risico dat ze niks vinden. Weet u misschien... Dat is hun business. Ja, sorry? Ja. Dat is hun businessmodel namelijk. Omdat zij weten dat ze, laten we zeggen, 3 uit de 10... Tegenwoordig is dat vooruit gegaan omdat men goede technieken heeft. Dat men 3 uit de 10 wel olie vindt. Ja, men kan tegenwoordig al een goede bodemanalyse doen ook toch, meneer Jagese? Ja, betere analyses, klopt. En dus 3 uit de 10 in de wereld vinden ze dan wel. En dan moeten zij, hun businessmodel is zodanig gemaakt dat ze die 7 verliezen daaruit kunnen compenseren. Vandaar dat ze ook een goed rendement vereisen. In dat voorbeeld van 100 miljoen. Waar zij dan tussen de 30 en 40 miljoen krijgen, dan compenseren ze eigenlijk andere projecten uit dat geld. Dus hun businessmodel is zo robuust dat ze zich het wel kunnen permitteren om draaihoofd te hebben. Ja, vet op de bot, hè? Meneer Jagese, dan heb ik nog een paar vragen van die bekende Surinaamse Nederlander. Bij mij hoor, bekend. Vraag hem ook, dus ik moet aan u vragen, wat er gevonden is bij de brug in Nukeri, Wageningen. Heeft u olie gevonden daar in de omgeving van Kaimanpolder en het vliegveld? Ja, dus zie je hoe geruchten gaan, hè? Ja, dus ja, precies. Dames. We hebben een contractor, Dekker. Dat is inderdaad ook een contractor, omdat wij het te riskant vinden om in Nukeri te boren. Die is daar nu bezig met een boormachine. Maar het feit dat men een boormachine heeft gezien, betekent nog niet dat er olie is gevonden. Dus inderdaad is er een brand daar geboord. Helaas was die brand droog. En dat ziet u het weer, hè. Deze brand kost $700,000. Het is op land, dus veel goedkoper. Maar betekent dat Dekker gewoon een verlies heeft van $700,000. Zo. Als wij dat hadden gedaan, hadden we inderdaad ook gewoon $700,000 aan onze broek. Dus zo zie je dat een risico-assessment. Dan leidt tot een soort model waar we dus dan met meneer Jagese, uw lijn valt een beetje weg hoor. Ik weet niet. Het trilt een beetje. Ja. Nee, dus Dekker is een contractor van ons die nu aan het boren is in Nigeria op eigen risico. Ja. En ze hebben inderdaad een brand geboord op Kaimanpolder. Die was helaas leeg. En zij gaan dus nu verder om een volgende brand te boren. Hopelijk. Ja, Dennis, we hebben weer contact gemaakt hoor. De lijn die stoorde net even, maar het is weer goed gekomen. Je was bij de vraag of er olie was gevonden. Ja, maar Jagis heeft dat uitgelegd. Dat is goed. Meneer Jagis, hoort u ons? Helemaal goed. Mooi. Okay, mooi. Ik heb de volgende vraag. Want die man die... Ik weet niet waar hij tegen... Je hebt wel veel vragen, Dennis. Ja. Ga je gang. Is het juist dat staatsolie in Coroni bij de Swamp, overkant van politiecontrolepost, ook enorm veel gas heeft gevonden enkele jaren geleden? Meneer Jekis, ik weet het niet, maar dat is een vraag die ik heb hoor. Ja, nee, we hebben inderdaad een paar jaar geleden geboord in Coroni. Dat was heel moeizaam, want we moesten, laten we zeggen, onze baan, een wegbanen door de swamp. Maar we hebben daar geen olie, we hebben wel olie, wat oliesporen gevonden, maar helemaal geen gas. Oké. Oké, en heeft staatsolie in het Nanny-bekken in Nikeri naar olie en gas al gezocht? Nee. Nog niet? We hebben net voor de kust wel wat bronnen geboord. Maar alles wees eigenlijk erop dat de olie eigenlijk gevangen is geworden, getrapt, heet dat in het Engels, nog ver voor de kust van Suriname. Of het land. Oké, prima. En dan geef ik het woord even aan Ray, want Ray heeft nog een aantal vragen. Ja, meneer Jagesser, ik kom misschien een beetje doorvragend over, hè, over die contracten en noem maar op. En over de natie en waar ze recht over hebben. En u begrijpt natuurlijk wel dat er in het verleden een en ander is gebeurd, waar men dus eigenlijk misschien onterecht kijkt naar de nieuwe directeur van staatsolie. Ik ga u iets voorhouden, hè, meneer Jagesser. In de tweede helft van de regeerperiode Bouterse Adin waren er 2 goudmaatschappijen opgericht. NV1 en Tranquilo. Het zijn beide NV opgericht naar Surinaams recht, dus verplicht een directeur
en Raad van Commissarissen. In het verleden is door het parlement vaker gevraagd naar de benoemingsprocedure, de namen van die directeur en van de Raad van Commissarissen. En het vermoeden bestond en bestaat al jarenlang personen hebben getrokken aan de inkomsten van deze twee NV's. En goudinkomsten die behoren aan de Surinaamse natie, aan deze gelden dus, niet zijn aangewend ten behoeve van de economische, sociale en culturele ontwikkeling zoals artikel 41 stelt, hè, meneer Jagisser. En dat is allemaal voor uw periode. Maar na de verkiezing van 2020 zijn deze twee bedrijven in beheer overgedragen aan Staatsolie. Had Staatsolie niet de verplichting om eerst onderzoek te doen naar deze bedrijven en de herkomst van de middelen die zijn gegaan in de zakken van ja, die politieke namen net genoemd, zeg maar? Had Staatsolie dat niet moeten uitzoeken, meneer Jagisser? Ja. Ik vind het een hele mooie vraag. Het eerste deel klopt, denk ik. En het tweede deel klopt niet, want we hebben inderdaad niet die NV's overgenomen. Mm-hmm. We hebben participaties in tegenwoordig CIGEN en toen IM Gold. We hebben erop gestaan dat we niks te maken zouden hebben met die NV's. En ik moet u zeggen, ten aanzien van het eerste gedeelte, ik zou zeggen, laat het Openbaar Ministerie dat helemaal uitpluizen. Ik zie geen enkele reden waarom dat niet zou moeten gebeuren. Oké, maar jullie hebben het zeg maar niet overgenomen na de verkiezingen? Nee. Nee, want ik dacht dat, ik had gelezen inderdaad dat u aandeel heeft genomen in Rosebelt of was het IM Gold? IM Gold, ja, toen. Dat heet nu CIGEN. CIGEN, ja. En ja, even een vraagje. Toen Roosevelt of IM Gold het vroeg aan, misschien hebben ze ook voorgelegd aan Suriname het over het geheel over te nemen. Hè? Waarom hebben ze dat niet gedaan, de Surinamese staat? U zal zeggen, ja, we hadden geen geld, maar de IDB, en dan kom ik terug op de IDB en de Wereldbank. Waarom helpen ze zulke arme landen niet om? Want binnen 2 jaar hadden ze het geld terug kunnen verdienen toch, uit de goudopbrengsten. Ja, moet u eerlijk zeggen, dit is misschien wat inside information, maar u weet, als een goudmaatschappij weg wil, uit een land, dan laten ze ook alles een beetje liggen. Dus ze hebben niet meer echt geïnvesteerd in exploratie, waardoor het, laten we zeggen, de winstgevendheid van IM Gold had een behoorlijke klap gehad, hoor. We hebben gevolg, ja. Het zakte continu, ja. Klopt. En ik moet u zeggen, CIGEN, we hebben dat natuurlijk helemaal uitgeplozen voor we hebben geadviseerd om met hun in zee te gaan. Dat is best een reputabele maatschappij. En we denken dat we nog niet de capabilities hebben om een mijn van zo'n grootte te opereren. En verder is het natuurlijk wel zo, we hadden het als een financiële investering. We zijn eigenlijk een energiebedrijf. En dat is ook zo in onze statuten vastgelegd. Dus nog geen mining. Dus ja, op basis van die gronden. Kijk, als Grasalco zich misschien later wat groter kan ontwikkelen, dan zou Grasalco dit soort zaken kunnen oppakken. Maar dit waren de redenen om het toen niet te doen. En mocht Grasalco dat doen, dan zouden jullie eventueel wel ook zeg maar, daarachter kunnen staan en mee investeren in de toekomst? Het zou kunnen, maar kijk, waar we wel voorzichtig mee zijn, en dan gaat u me direct vragen waarom we het toen wel hebben meegedaan. We willen niet de maatschappij van alles aanpakken in Suriname worden. Ik denk dat ook niet gezond is voor de economie van Suriname. Ja, in Venezuela had je Corpo Ben, die was op een gegeven moment ook wegen aan het bouwen zelfs. En u begrijpt wel waar Venezuela uiteindelijk terecht is gekomen. Nee, dat volgen. Maar u begrijpt natuurlijk ook wel dat u een van de enige bedrijven bent in Suriname waar iedereen hoop op vestigt. Vandaar dat we zo stevig aan u klampen en aan u trekken en vragen stellen. maar daar zijn we gaan het warm maken met die eerste ontwikkeling die genoeg is om zoveel middelen aan het land te geven dat ze inderdaad al die dingen die jullie hebben genoemd om de armoede te bestrijden, maar ook om die economie duurzamer te maken, om de landbouwsector te ontwikkelen, om de toerisme sector te ontwikkelen, om de andere minerale sectoren te ontwikkelen. Dat is genoeg geld en wij willen ons daar nu echt heel erg goed op focussen. Ja, meneer Jagisser, dat begrijp ik. Hè? Maar we hebben twee dingen natuurlijk. U gaat niet over het beleid. En dat is jammer eigenlijk, hè? Want ik ben volgens mij bent u best wel capabel om dat allemaal uit te stippelen, wat er met het geld moet gaan gebeuren. Maar u bent niet verantwoordelijk voor het beleid. Maar aan de andere kant
bent u degene die als bedrijf zeg maar de inkomsten genereert. Dus u bent ook wel verantwoordelijk voor hetgeen wat u gaat afdragen. En dat u daar best wel eisen tegenover mag stellen, toch? Ja en nee, want kijk, in dat voorbeeld van 100 miljoen krijgt de staat 60 tot 70 miljoen. Dat is eigenlijk al onderhandeld als, laten we zeggen, de rechten van de staat. Kan ik niet aankomen, maar u heeft gelijk. Ik heb natuurlijk niet volledig geen macht. Want ik bedoel, als ik het genereer voor de staat, kan ik ook de staat adviseren. En ze luisteren ook wel. Kijk, een van de grote dingen is inderdaad dat spaar- en stabilisatiefonds. Dat is bijna, dat is een internationale vastgelegde verplichting zelfs, toch, meneer Jekisser? Ja. Ja, waarom? Omdat dit niet hernieuwbare bronnen betreft. Mm-hmm. Wil zeggen dat de toekomstige generatie geen beschikking meer gaan hebben over die olie. Dat wil zeggen dat je het moet vastleggen voor hun ook, een deel. En ja, daar zijn we nu ook weer mee bezig. En ik denk dat dat een cruciaal element is in ervoor te zorgen dat we inderdaad niet al het geld afmaken. Zeker, meneer Jekisser. En waarom ik die vraag ook stel, meneer Jekisser, en waarom ik het eerst over die voorgaande twee bedrijven had, zeg maar. Want die gelden zijn dus eigenlijk nooit meer toegekomen aan de bevolking van Suriname. En voor de toekomst weet ik wel zeker dat u ervoor gaat zorgen dat het wel gaat gebeuren, toch, meneer Jekisser? Ja, dus van die twee bedrijven heb ik inderdaad allerlei geruchten gehoord. Ik durf niet inderdaad, zoals u zo hard te zeggen, dat er inderdaad iets mis was. Maar ik zeg altijd, we hebben openbaar ministerie. Alsjeblieft, laat ze deze dingen uitzoeken. En ook als ik iets verkeerd doe, zeg ik ook altijd. Laat ze hier komen en me op de vingers stikken. En als het niet helpt of als het erger is, dan moet ik gevangen genomen worden en opgesloten worden. We moeten ontmoedigen dat mensen verkeerde dingen gaan doen. Oh, meneer Jekisser. Ja. Een luisteraar stuurt een app voor mij. Ik zal het even voorlezen. Ja. Dennis, ik ben onder de indruk van de heer Jekisser. Ik vind hem heel goed, rustig en kundig praten. Als Suriname op alle parastatale bedrijven mensen zoals de heer Jekisser als CEO zou hebben, dan zou Suriname er totaal anders uitzien. Dit is een compliment naar u, meneer Jekisser. Ik heb u één keer ontmoet, hè? Dus niet twee keren, maar wij volgen u wat u zegt. En de luisteraars volgen ook. En vandaar dat ze zo reageren. Dus we zijn ervan overtuigd dat u de zaken goed op orde heeft. Ik neem aan dat de binnenstaatsolie, dat er behoorlijk veel interne controleurs zijn. Dat ze de zaken goed bekijken. Hè? En, want u had het ook over de registeraccounten die komen. Maar ik wilde nog, Ray, ik wilde nog even... Mag ik even een reactie geven op wat u zegt daar? Ja. Dus natuurlijk hartelijk dank voor dat compliment. Ik moet u zeggen, dus 35 jaar geleden kwam ik naar Staatsolie en meneer Jarab was toen de baas. En meneer Jarab had het alleen maar over hoe we Suriname vooruit zouden kunnen helpen. En ik voelde me erg geïnspireerd door wat hij zei. Zodanig erg dat ik soms in meetings zat en eruit wilde lopen om te gaan werken. Hij was zo'n inspirerende man. Nou moet ik u wel zeggen dat ik nu natuurlijk heel verstandig ben geworden, omdat ik al ook behoorlijk oud ben. Dus al die jaren hebben ook wat ervaring gebracht. En ik heb me vaak afgevraagd, hoe kan het dat we 35 jaar geleden dat idee hadden om Suriname tot een prachtig land te maken. Een paar keer was het bijna gelukt. En iedere keer is het teruggevallen. Dus hoe moeten we nu dat plan anders maken, dat het niet terugvalt? Want anders zijn we over 60 jaar diezelfde discussie aan het voeren. Kunt u een voorbeeld geven, meneer Jekisser? U zegt een paar keer, maar laten we één keer dat het bijna gelukt is. Ja, nou, tussen 2005 en 2010. In de tijd van president Venetiaan zeker, hè? Ik ga geen namen noemen, maar... Nee, maar is dat de periode? De periode zegt genoeg, toch? Ja. Ja. U zegt, is het bijna gelukt toen? Fantastisch goed in het land. En ik ga toch namen noemen. Er was een trident. En dat was de president Venetiaan, minister Hildenberg en governor Telting. Telting, ja. Een geweldige man, meneer Telting. Het ging fantastisch in het land. Ik zou zeggen, het enige wat misschien die regering wat beter had kunnen doen, is om niet als landrijk te zijn, maar ook ervoor te zorgen dat er sociale programma's werden uitgevoerd, dat ook de mensen de rijkdom van het land... Want er was zoveel geld op de centrale bank,
Maar inderdaad, als je op een van de zegen ging, dan hadden de mensen het nog, laten we zeggen, de wegen waren slecht. Er was geen waterleiding. Dus de sociale programma's die nog on top zouden moeten worden uitgevoerd, die bleven een beetje achter. Maar de macro-economische situatie toen was heel erg goed. Ik dacht dat we per capita toen op tussen de 8.000 en 10.000 US dollar zaten. En we zijn nu zwaar teruggevallen. Ja, zeker. Meneer Jagisser, het compliment dat is uitgedeeld door de persoon die luistert, zit in Spanje. En de persoon die zou graag u een keertje willen ontmoeten als hij Suriname komt. Ik zal u buiten de uitzending dan een keertje mailen. Ja. En wellicht dat u hem kunt ontvangen. Ja, Dennis, ik wil toch even teruggaan naar de toekomst. Hè? Want Jagisser, u zit er nog 2 jaar, heeft u aangegeven. Dan gaat u met pensioen. En dan heeft u een incredible job gedaan. Meneer Jagisser, hoe kunt u ons een beetje garanderen dat als u weg bent, dat degenen die het overnemen, dat ze zeg maar uw werk gewoon goed gaan voortzetten? Ook de contracten die u bent aangegaan voor de toekomst van Suriname. Ja, dus we hebben als een professioneel bedrijf ook een succession planning. En daar identificeren we voor elke positie, elke managementpositie, identificeren 2 tot 3 kandidaten. Die we dan in een ontwikkelingstraject zetten en pas bij een assessment dat ze geschikt zijn gevonden, kunnen ze dat overnemen. Dus we hebben een systeem. Het is een systeem waar we ook meerdere directeuren binnen staatsolie. Dus het is niet dat één persoon, laten we zeggen, alles kan doen en laten hier. We hebben sterke procedures, meneer Darshan. Dus bijvoorbeeld als iemand zou zeggen, kan je mijn neefje in dienst nemen, kan dat niet. Omdat we op basis van een profiel werken en op basis van een open sollicitatie. Iedereen kreeg de kans. En dat soort systemen maken dit bedrijf heel erg sterk. En ik moet u zeggen dat de meeste systemen wel worden geauditeerd door de accountant. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld een bedrijfsauto. Ik kan niet lopen naar de procurementafdeling en zeggen dat ik een andere duurdere auto wil. Daar zijn er regels voor. En bovendien zijn er ook termijnen. Dus bijvoorbeeld, je auto wordt om de 4 jaar vervangen. Dus ik kan niet na 2 jaar daar lopen. Die mevrouw van de procurement zegt, meneer Jagisser, gaat u even rustig zitten. Bent u vergeten dat we deze procedure hebben? Dit maakt ons bedrijf sterk. Ja. Nee. Ik begrijp dat heel goed. En daar zijn we ook heel blij mee. Dat heeft Staatsolie door de jaren heen bewezen. Maar het gaat ons meer, zeg maar, vanuit de kant van de aandeelhouder. Hè? Als we kijken naar dat doen zomaar, zeg maar, de toezichthouders aan toegevoegd werden en eraf gehaald werden, statuten werden gewijzigd. En in de toekomst, meneer Jagisser, hoe gaan jullie ervoor zorgen dat dat nooit meer gebeurt? Meneer Jagisser, mag ik even erop inspelen als u wil? Kijk, Ray, het is namelijk zo, bij elke bedrijf dat niet zelfstandig opereert. Ik wil voorstellen. Ik weet het ook, Dennis. Ja. Alleen, ik vind het, meneer Jagisser gaat over 2 jaren weg. Ja. Het gaat om de toekomst van Suriname. Dus we proberen zoveel mogelijk goede intenties bij meneer Jagisser. Maar ik wilde uitleggen. Eigenlijk zou Staatsolie NV naar de beurs moeten gaan, meneer Jagisser. Dat is een goed idee, ja. Bent u weg van de staatsolie, is dan weg uit de boezem van de overheid. Want het risico blijft natuurlijk, dat hebben we gezien in Suriname. De ene regering komt en dan hebben ze het voor het zeggen. En dan, want Tree heeft dat aangestipt, hè, wat in het verleden is gebeurd. Deze regering, daar bent u op dit moment mee. Maar over 2 jaar komen nieuwe verkiezingen. En God behoede Suriname natuurlijk. Hè? Maar de wereld zijn de wonderen niet uit. Hè? De wereld zijn de wonderen niet uit. Hè? Of de wonderen zijn de wereld niet uit. Sorry, ik moet het goed zeggen. Nee, je zegt het goed. Ja. Maar daar wou ik naartoe dus. Ja, meneer Jagisser, het zou eigenlijk een moment moeten zijn om staatsolie naar de beurs te brengen. Ja. Nou, dus dat is een van de dingen. Maar toch om te antwoorden op wat meneer Darshan zegt. We hebben historisch gelukkig in die 42 jaar hebben we geen interventies gehad intern, dus in het management. Wat wel zo is, inderdaad, de raad van commissarissen wordt iedere keer veranderd als er een nieuwe partij aan de macht komt. Juist. Moet u wel zeggen dat ze deze keer hebben ze wel, laten we zeggen, mensen uit de business society benoemd. Je ziet dat ze hun best hebben gedaan op de misser die besproken is na.
Maar ook die mevrouw was, laten we zeggen, is een jurist. En heeft op de rechtersopleiding, dus laten we zeggen, wat background betreft. Ja, nee het ging niet om de background. Maar wel om de leeftijd. Ja, dat klopt. Dus waar het om gaat, meneer Jagisser, is zeg maar, in principe, kijk, die 42 jaren waren hele mooie jaren. Ik heb ook familiewerken bij Staatsolie en het fluerend, noem maar op, echt topbedrijf. Maar we gaan nu naar een heel belangrijk kruispunt. Het grote geld komt er nu aan, hè. En u weet waar het grote geld is, daar gebeuren meestal de problemen. U heeft gelijk, ja. Oké, okay. Ja, goed. En een van de mogelijkheden is wat meneer Lapaard zegt. Moet u dan eerlijk zeggen, meneer Jarab zijn droom was om te laten zien dat een staatsbedrijf toch op de een of andere manier en door zijn mechanisme die heeft gebouwd dan in al die jaren, op een goede manier zou kunnen functioneren. U begrijpt natuurlijk absoluut, wel. Absoluut. Als we 20% op de particuliere markt zetten, dan gaat dat geld voortaan naar de particulieren, dat deel. Dat gaat niet meer naar de overheid. Maar wij overwegen inderdaad wel, ik zou zeggen nu tot een bedrag van 20% in de komende jaren toch te overwegen om inderdaad op de beurs te zetten. Oké, dank u wel. Ik zou als eerste denk ik en Dennis ook aandelen kopen. Ja, tuurlijk. Nee. Obaya aandelen. Meneer Jagisser, vandaag is er naar voren komen te kijken van de Zwitserse bankier, waardoor, dat u vandaag toch over die 60 miljard een primeur heeft gegeven aan Radio Stanvaste. Dat 60 miljard eventueel kan komen in de staatskas. Ja, ik ga u zeggen, als uit één ontwikkeling 26 miljard kan komen, ja. Dan hebben we die... Als je vijf ontwikkelingen hebt, zit je zelfs op 100 miljard. Ja. Meer dan 100 miljard. Okay. Maar goed, we moeten blijven zoeken naar olie en dat zijn we ja, nu precies. Ja, en nu is het zo inderdaad, participatie toch van ongeveer 20% en u bent op zoek naar 1,8 miljard. Dat klopt, ja. Ja, en dan krijgt de bevriende bankier uit Zwitserland, die schrijft het volgende. Waarom heeft Staatsolie NV ervoor gekozen om haar obligaties op te halen via een relatief kleine securities exchange van Curaçao? Dit betreft hij schrijft 250 miljoen, maar ik dacht dat het om $300 miljoen gaat, hè, dat u wil ophalen voor de participatie van 1,8 miljard, hè? En dezelfde bankier is ervan overtuigd dat indien voor een grotere exchange werd gekozen, Staatsolie vrij makkelijk de volledige $9 miljard had kunnen ophalen. Dus die zegt 9 miljard had Staatsolie kunnen ophalen en dus geen 20, maar 100% van de inkomsten zou kunnen hebben gehad. Goed, dat is ik geef het gewoon door wat de bevriende bankier uit Zwitserland schrijft hoor. En hij wil graag een reactie van u horen. Ja, nee, dus ik ben er ook van overtuigd dat je alle constructies kan maken om nog meer geld op te halen. Maar de vraag is natuurlijk, wat blijft nog betaalbaar en wat heb je afgesproken? We hebben afgesproken dat we tot 20% maximaal kunnen meedoen. En u, zoals we eerder zeiden, we komen niet terug op onze afspraken. Dus we hebben nu 1,8 miljard nodig. We denken dat we inderdaad 300 miljoen uit Suriname kunnen ophalen. Dat zijn we vrij zeker van. Omdat we market reach kunnen doen. We zeggen ook aan de diaspora, put your money where your mouth is. En u bent het goede station daarvoor. Ja, zeker. Dus we gaan ook diaspora als de tweede voorkeur behandelen. We durven nog niet in te schatten wat we uit de diaspora kunnen halen. Maar ik kan wel zeggen, dit is deze keer niet ons handje ophouden. Maar dit is een hele commerciële deal met goede marktrentes. En de derde is om geld uit de regio te halen. En wat die meneer zegt... Italië bijvoorbeeld, toch? Is ook één van, toch meneer? De gisser. Ja, die Italië ligt niet zo goed in verband met iets dat eerder is gebeurd. Ja, klopt. Ja. Maar we zijn bereid naar alles te kijken wat we nu doen. Omdat we schatten in dat geld ongeveer tegen 2025 nodig zal zijn. Dus we hebben tijd om alle opties eigenlijk door te lopen. En wij gaan de meest interessante en meest veilige optie kiezen voor Staatsolie. En is het dan zo, meneer Jagisser, dat als eind 25, dat er pas rond eind 28 echt dividend mogelijk is? Of eerder? Of
Hoe moeten we dat zien? Nee, dan is er pas als de inkomsten binnenkomen, zal er dividend betaald worden. Maar dit is een obligatie. Dus daar wordt interest op betaald. En meestal, inderdaad, programmeer je het wel, dat de interestbetaling begint rond de tijd dat de inkomsten binnenkomen. En even voor het beeld van de luisteraars, dat interest, is dat een stukje hoger of misschien iets hoger als de huidige rente in, die op dit moment hier in Nederland toepasbaar is? Het is veel hoger dan die huidige rente van Nederland. Oké. Okay. Ja, dat is wat aantrekkelijker. Op onze huidige obligaties hebben we dag 7.5 om 7.75. En ik denk dat die obligaties ook in die orde zullen zijn. En weet u misschien het percentage? Ik dacht dat het niet meer dan 3% was in Nederland. Nee, het is op dit moment niet meer als dat. Maar denkt u niet dat de mensen echt gaan wachten tot een FID echt compleet vaststaat, zeg maar? Of... Ja, maar dus in 2025 staat de FID vast. En u bent er helemaal van overtuigd dat het goed gaat komen? 100%. Weet u waarom, meneer Darshan? Ja, meneer Jakisser. De berekening van de kostprijs per barrel bij dit project is $20. En daar loopt geen enkele oliemaatschappij van weg, omdat er 70 miljoen, er wordt per dag meer dan 100 miljoen olie geproduceerd. 100 miljoen barrels olie geproduceerd. En daarvan kost 70 miljoen meer dan $20. En 40 miljoen kost wel meer dan $40. Dus u begreep, dit is een hele goede deal voor deze maatschappij. Mochten ze weglopen, staan er waarschijnlijk 100 in de rij om dat over te nemen. Dus ja. Ze gaan nooit weglopen. Ze gaan nooit weglopen. Nee, precies. Nee, ja. Het is de final investment decision, die komt zeker eind 20, voor 2024. Nee, dat het zeker zou komen. Ik denk dat daar al lang over gespeculeerd is. In de wandelgangen zegt men zelfs dat daar een Oppenheimer-constructie voor verzonnen is. Maar goed, wat daarvan waar is, dat zullen wij nooit weten als normale zielen, meneer Jagisser. Even persoonlijk... Wat zegt u, meneer Jagisser? Ik ben op de hoogte van veel conspiracies. Ja. We zitten bij de radio, hè? Dus we worden voor elk wishy-washy gebeld en geappt. Maar even persoonlijke vraag, meneer Jagisser. Even naar u persoonlijk. Wat gaat u na die 2 jaren doen? Want ik weet wel dat u zoveel passie heeft voor staatsolie en zoveel functies binnen bedrijf heeft gehad, dat u het niet 1, 2, 3 kunt loslaten, toch? Nee, zeker niet. Dat gaat niet lukken. Maar ik kijk af van wat collega's die wat ouder zijn dan me. Wat ze dan doen is, als ze het goed leuk vinden om laat op te staan, dan staan ze om 10 uur op. Dus alles wat ze doen is na 10 uur. En ze doen het ook niet meer elke dag. Ik sta meestal ook om 10 uur op, meneer Jagisser. Is dat laat? meneer Jagisser, ik zal u wat vertellen. Ik ben al zo lang weg bij de bank. En vanochtend ben ik om 5:30 opgestaan. Want ik heb een paar dingen gelezen, heel veel gelezen al. Hè? En toen had ik het artikel geschreven. Toen kreeg ik de vraag. Dus kijk, u bent nog jong. U bent relatief jong. En dus u heeft nog zoveel energie. Hè? Dat hoor ik aan uw stem. Dus dat komt wel goed. Dat komt wel goed met u. U kunt natuurlijk altijd, kunt u altijd vragen om langer te blijven toch bij staatsolie. U bent toch niet verplicht na 2 jaar weg te gaan. Nee, dat klopt. Er is ook een regeling voor de directie inderdaad. Dat als het nodig is, dat je nog maximaal 5 jaar kan blijven. Oké, mooi. Ray, ik had nog een... Ik weet niet als je nog wat hebt, maar ik had wat anders voor meneer Jagisser. Tot slot hoor, meneer Jagisser. Dit bedrijf, ik heb het opgestuurd nu. Het is Coriflex Composite Hoses BV. Het is van een Surinaamse Nederlander. Dit bedrijf is ongeveer 10 jaar geleden opgezet hier. Ik heb vanaf het begin meegedaan om hem te adviseren. Hij heeft het bedrijf goed opgezet. Hij heeft zelf de machines gebouwd. En het moment dat hij klaar was, want hij had natuurlijk voor andere grote bedrijven gewerkt in de wereld. En het moment dat hij het bedrijf had opgezet in Ridderkerk, toen kwamen die aanscheren. Ze wilden zijn bedrijf overnemen. En deze Surinaamse Nederlander is zo verstandig geweest om het niet te doen. Dan zie je hoe het werkt. Er kwamen echt bedrijven uit Engeland, uit Duitsland. En ik heb in al die besprekingen met de directeur, de Surinaamse directeur gezeten aan tafel. En hij heeft natuurlijk, want ze wilden het overnemen. Want wat willen ze? Ze willen geen
Zullen we dan niet een samenwerking aangaan, dat ze zeggen, oké, meerderheid blijft in handen van de directeur, maar ze wilden continu alles overnemen, 100%, 80%, weet je wel, en dat gaat niet. Dus hij heeft dat niet gedaan, hij is nog steeds eigenaar. En nu komt het, doordat hij een goed product heeft, hè, het product is echt goed. Ik heb destijds ook laten zien op het congres, Staatsolie was op het congres hier in 2018, dingen meegenomen. Maar hij zoekt natuurlijk afnemers. Dus ik wilde een keertje, als u het goed vindt, ik ben met een handelsmissie in Suriname in november. Wil ik het product weer onder uw aandacht brengen. Dat u de mensen laat kijken. Want kijk, ze kopen... Wat voor product is het, Dennis? Ja, het heeft te maken met de composiet slangen. Ik zal het even naar... Ja, u hebt het gelezen, meneer Jagers, de multifunctionele composiet slangen. En dat wordt echt gebruikt door oliemaatschappij, door iedereen. Dus ik denk dat er een markt is voor deze Surinaamse Nederlander. Dus, ja, ik denk dat hij al lang een mail had moeten sturen naar de afdeling inkoop, hè, meneer Jagisser? Het is zo het is al gebeurd. De vorige directeur had het, daar komt de vorige directeur weer ter sprake, die stond erachter, die had het ook doorgegeven aan de inkoopafdeling. Maar wij zijn zo, we zijn niet, dacht ik ga u niet lastigvallen, maar ik pleit voor dit bedrijf. Dit is een geweldig mooi bedrijf. En ik wil het graag onder uw aandacht brengen. En kijk, we moeten elkaar ondersteunen. Hè? Kijk, de Surinaamse Nederlanders, die, wat ik net gaf, die kijken goed naar de ontwikkeling van Suriname. Ze vinden het goed als het goed gaat, maar andersom ook. Hè? Want we moeten kijken wat voor tegenwerking zo'n bedrijf, zo'n man hier ondervindt. En dan, ja, dat is ongelooflijk. Maar goed, ik zal u niet langer mee vermoeien. Ik kom graag in november. Ik maak graag een afspraak met u om. En dan kwam ik, dan zal ik het even aan u voorleggen. Ja, en ik wil bij deze ook hartstikke danken, meneer Jagisser, dat u de tijd heeft genomen. Ontzettend lang. En de rust de kalmheid om met ons te praten. En we zijn wel een stuk verder gekomen, hè Dennis, of niet? Zeker. Meneer Jagisser, we willen u heel hartelijk bedanken. We geven straks het woord aan u. Dan mag u nog even tot slot wat aan de luisteraars doorgeven. Maar we willen u heel veel succes toewensen. U heeft de afgelopen tijd echt veel geïnvesteerd om met journalisten te praten. We waarderen het ontzettend. Want we volgen ook de ontwikkelingen via YouTube, we volgen via rechtstreeks uitzendingen, we lezen de artikelen. En nogmaals, wat we gezegd hebben, u blijft echt de rust zelf. Een groot compliment naar u en heel veel succes verder in Sweeties Renang. En tot slot nog even, u noemde iets belangrijks, hè, over de sectoren. U mag best weten dat wij van Radio Stamvast en Finance Suriname propageren 4 onderdelen. Landbouwsector, toerisme, outsourcing, het brengen van werk naar Suriname en aandacht voor de ouderen in Suriname. Maar goed, daar praten we een keertje als we in Suriname, gaan we meer hierover aan u vertellen. Bedankt, meneer Jagisser. Ja, graag gedaan. En jullie vragen waren pittig, dus dat is goed. Transparantie is inderdaad erg belangrijk, zoals meneer Darzan ook aangaf. Maar je moet het inderdaad soms misschien wat anders toepassen, maar dan zijn er andere manieren van transparantie. Mm-hmm. U zei, ik mag wat zeggen. Jazeker. Het is echt mijn enige wens. U noemde 140.000 Surinamers. Het is mijn persoonlijke enige wens, omdat ik ook veel vrienden heb in Nederland die jarenlang zitten te wachten op een goed moment om terug te komen naar Suriname. Het is echt mijn enige wens dat deze ontwikkeling inderdaad ervoor zorgt dat we niet zo ver van elkaar meer hoeven te leven. En dat de Johan Adolf Airport niet de plek hoeft te zijn van veel verdriet, omdat familie naar Nederland vertrekt. En bovendien hebben we ook kader nodig dat inderdaad voor een groot deel ook in Nederland zit. Dus het is echt mijn enige wens dat deze ontwikkeling ook ervoor zorgt dat we aan de wereld kunnen zeggen dat we het samen met elkaar een land hebben opgebouwd en in stand weten te houden. Gebouwd door Surinamers en onderhouden door Surinamers. Ja, dank u wel. Meneer Jagisser, mag ik nog even 2 minuten van uw tijd? Want u heeft namelijk iets belangrijks gezegd.
Het is namelijk inderdaad zo, die 140.000 Surinaamse Nederlanders, die zijn echt geboren in Suriname, de eerste generatie. Dan heeft u de tweede en derde generatie en nog een keer vierde generatie. Dat is nog een keertje, als je samen, 140, dat is zeker 240.000 erbij. Dus samen zitten we op 380.000. Maar goed, de kinderen en kleinkinderen, die een deel zal natuurlijk interesse hebben. Maar naarmate de ouders daar gaan wonen in Suriname, hè, een deel van, dan ga je zien dat er een spin-off gaat krijgen. Dat er meer van onze Surinaamse Nederlanders richting Suriname zullen optrekken. En wellicht wat u zegt, als die jongeren die hier inderdaad, want de arbeidsmarkt is heel vervelend hier. Ik heb een daar kom ik weer op mijn artikel hoor, maar dit is iets dat ik heb besproken met de gemeente Rotterdam over samenwonen, samenwerken in Nederland. En dan zie je ook dat de gekleurde mensen worden als tweederangs burgers beschouwd in Nederland. Dat is een gegeven. En we moeten weten om mee om te gaan. En wij ouderen weten mee om te gaan, maar de jongeren, die krijgen mee te maken. En dat is niet leuk voor deze samenleving. Dus op het moment dat ze de kans krijgen om te verkassen richting Suriname, om voor een goed bedrijf te werken, zullen ze zeker niet nalaten om het te doen. Dat wil ik nog even gezegd hebben, meneer Jagisser. Duidelijk, ja. Oké, okay. Goed, meneer Jagisser, dan geef ik het woord nu aan Ray Darsan, die gaat afsluiten. Ja, dank u wel, meneer Jagisser, nogmaals voor uw tijd en voor uw moeite. Ik wens u heel veel succes met alles en we blijven het natuurlijk volgen. En we gaan ervoor als het gaat om de toekomst van Suriname. Dank je wel, Dennis. Dank je wel, meneer Jagisser. En u ook een fijne avondmaaltijd straks. Ja, hetzelfde. Dank u wel. Groetjes, dag. Dag, dag. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.